Maar ik neem je eerst mee. Front Row, een fashion show in Parijs. En degene die ons daarmee naartoe nam is Carolien. Fijn dat je er weer bent, ook dit seizoen bij ons. Dankjewel, Mirna. Dit waren beelden van de Oriental Fashion Show. Dat klopt. En dat is een onderdeel van? Ja, van Oriental Fashion Show tijdens de Haute Couture Parijs Week. Dus dit is echt gewoon de top van de top. High fashion end. Ja. Jij zorgt dat er designers uit Oriëntaalse landen zich daar kunnen profileren. Ja, dat klopt. Maar dat doe je niet alleen, want je levert ook de modellen. Ja. Beide. En, ja, beide. En dan doe je nog iets. Ja, want je loopt ook zelf op die catwalk nog steeds. Ja, er wordt regelmatig nog gevraagd aan mij of ik mee wil lopen. Dat zijn dan designers die ik al wat seizoenen ken. En die zeggen dan, oh Carolijn, please, can you be in my show? Or you can open my show? En dan zeg je, of course. Of to be my final bride. Ik zeg, maar, okay. Maar dat is wel een ongelooflijk compliment. Ja, dat is superleuk. Hoe lang doe jij het eigenlijk al? Ja, ik vanaf mijn 18e. Leuk. Nou, we gaan niet zeggen hoe oud je nu bent. Nee. Maar we gaan wel kijken naar die prachtige show die jij daar hebt neergezet. Vanuit Parijs Fashion Week, hier prachtige locatie Le Crayon, is Ivana de Haan voor de Oriental Fashion Show. En jij gaat zometeen jouw collectie van de tassenlijn showen. Ivana, hoe voelt dat? Ja, fantastisch. Ik ben super blij, ongelooflijk trots dat ik hier aanwezig mag zijn om mijn mooie tassencollectie te laten zien aan een ander publiek. Ik sta inderdaad te popelen om mooie tassen te laten zien. En dat in samenwerking met niemand minder dan Addy van de Krommenakke. Nou, wat leuk. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ik ben ook heel erg benieuwd. Ik kan echt niet wachten. Nog even geduld. Even geduld moesten we wel hebben. Eerst moesten al onze modellen doorpassen, want bij elke tas hoort natuurlijk een passende jurk. Toen kregen we precies 10 minuten de tijd om te repeteren. Want een model kan natuurlijk wel een mooie jurk showen, maar een exclusieve handtas, dat is wel even iets anders. Dan is het showtime. De tassen van Ivana worden voor het eerst getoond aan het kritische publiek en de internationale pers. Natuurlijk kon ik het niet laten om zelf ook mee te lopen. We hebben het allemaal natuurlijk kunnen zien, maar wat maakt jouw tassenlijn nou zo uniek? Nou, wat het uniek maakt is natuurlijk het verwisselbare onderdeel aan de tas, de switchy. Je haalt het eraf en je wisselt met een andere switchy naar je voorkeur. Ja, het was ook heel leuk om te zien in de show. Ja, absoluut. Daar zijn de reacties ook naar. Geweldig. Ja, heel mooi. Nou, je hebt heel veel internationale pers gehad. Hartstikke verdiend. Fashion show. Ivana de Haan.